Het leek me eigenlijk wel gewoon een leuk probleempje om op te lossen. Ik ben Paul Lodder. Ik studeer kunstmatige intelligentie, de master. Die ben ik op dit moment aan het afmaken. Ik heb Zon op je bakkes gemaakt. En het is eigenlijk een website, een app waarmee je voor alle terrassen in jouw buurt eigenlijk de zon kan zien voor elke uur van de dag. Hoeveel zon er op die terrassen staat. Als je nu een plekje in de zon zoekt, dan kun je zo in één oogopslag zien waar in de buurt de zon valt. Ik denk dat we een paar terrasjes gaan checken. Gaan kijken of het klopt wat er op de app wordt gezegd en wat er op dit moment op de terrassen valt. Wat je ziet is hier de kaart en in de buurt met alle zonnige terrassen als gele bolletjes. Je ziet hier koffiebrew, daar staan we nu voor. Het leek me eigenlijk wel gewoon een leuk probleempje om op te lossen. Dus ik heb het echt al een jaar geleden gemaakt. En toen heeft een goede vriend van me, July, die heeft daar een websiteje bij gedesigned. Een maand geleden ongeveer, toen begon de zon ineens weer te schijnen, toen dacht ik, oh ja, ik heb die website nog. En toen dacht ik, ik plaats er even iets over op LinkedIn. En toen is dat balletje ineens een stuk harder gaan rollen dan ik had verwacht eigenlijk. Het is nu 12 uur en je ziet daar dat Max wel nu een klein beetje in de zon begint te komen. En de zon bij dat gebouw begint te draaien. En dat wordt natuurlijk heel mooi weergegeven op de website en op de app. Hoe ik het heb gedaan is aan de hand van een paar open datasets. Je hebt namelijk in Nederland elke vierkante meter is eigenlijk geregistreerd. En zo heb je dus ook van elk gebouw heb je de 3D-vorm beschikbaar. Dus die kan je gewoon downloaden op het internet. En je hebt een hoogtekaart, dus eigenlijk hoe hoog is de grond hier overal. En in Amsterdam was ook een dataset beschikbaar met alle terrassen. Dus als je die drie dingen aan elkaar knoopt, dan weet je eigenlijk al best wel veel. En als je dan nog berekent hoe de zon door de hemel of door de lucht beweegt, dan kun je eigenlijk best wel goed berekenen hoeveel schaduw al die gebouwen op de terrassen werpen. We lopen nu naar Barbakowski. Zoals je ziet, de zon begint daar echt een heel klein beetje op te staan nu. En dan zie je zo dat hij inderdaad nu begint met de zon. En dat komt omdat de zon daar nu voorbij het gebouw komt. En straks ligt dat hele gedeelte in de zon. Maar nu is het echt alleen het meest linker stukje van de tafel. Dus ja, dat kan je hier ook zien. Bewolking wordt nu ook meegenomen. Dus dat is wel nog een beetje live. Maar dat is iets experimenteler nog. Dat staat nog niet allemaal zo vast. En voor de rest, ja, bomen worden dus nog niet meegenomen. Want daar is niet zo'n openbare dataset voor heel Nederland. Want ik zat laatst ook inderdaad op het terras dat ik dacht, ja, het is wel, de zon schijnt wel, maar die wind maakt het wel iets minder aangenaam. Maar nee, wordt nog niet meegenomen. Wordt nog niet meegenomen. Kan altijd nog. De zon is niet heel goed voor je inderdaad, maar daarom willen we ook zeker wel mogelijk maken om, zodra het echt een beetje te warm wordt, schaduwfunctie inbouwen, dat mensen juist in de schaduw kunnen gaan zitten. En we willen wel wat disclaimers plaatsen over zonnebrand en zo natuurlijk. Ik had het gewoon voor Amsterdam gemaakt, omdat daar alles beschikbaar was. Maar na al die positieve reacties hebben we het ook mogelijk gemaakt voor gebruikers om zelf terrassen toe te voegen. Dus nu kan iedereen in heel Nederland het eigenlijk doen. Nou, dus ik zie dat Bardita er volgens mij nog niet op staat. Dus die kan ik dan heel makkelijk zelf toevoegen op de website. Dus dan zoek je eigenlijk de naam van de plek op. En dan krijg je zo een kaartje te zien. En dan kan je zo heel mooi tekenen waar het terras zit. Dat ziet er goed uit. Volgende stap. Dan kan je hem insturen en dan berekenen wij die zonnelevels voor de rest van het jaar. Top.